Ik hoop altijd met mijn muziek toch iets te vinden dat heel menselijk is. Binnenin zitten er dingen waar je mee worstelt, die er niet op een andere manier uitkomen. Misschien is het een soort van melancholie, misschien is het een soort eenzaamheid die we allemaal wel voelen, of een soort verdriet, of dat soort dingen. En dat zijn dingen die je eigenlijk helemaal niet onder woorden kan brengen. Omdat ik het niet in woorden kan zeggen, komt het er bij mij in muziek uit. Dat is het lekkere aan muziek. Het hoeft niet per se iets te zeggen, het hoeft je niks op te leggen, het hoeft niet over iets te gaan. Het is. En dat vind ik heerlijk. Het schrijfproces is 100% heel dicht bij mezelf. Dat doe ik lekker in mijn eentje. Als ik denk van nou, de noten staan er, mijn idee is er, dan vind ik het juist heel fijn dat ik dan kan zeggen van joh, muzici, doe ermee wat je wil. Want dan word ik ook verrast. Nu ook met het Alma Quartet, die het strijkkwartet uitvoeren. Ik heb de muziek opgestuurd. Ik heb gezegd, jongens, doe ermee wat jullie willen. Ik zeg helemaal niks. Zelfs de tempi zijn variabel. Kijk maar wat lekker voelt, waar het om vraagt. Qua frasering, veel plezier ermee. En ik ben bij de opnames gaan zitten en het klopte gewoon. Er is niks mooiers dan dat moment van, yes, dit is het. En dat is een fractie van een seconde. Maar als je dat maar zo nu en dan hebt, dan denk ik dat je mij niet heel veel gelukkiger kan krijgen. Als ik weet dat ik met een goed idee rondloop en iets is nog niet helemaal af, dan word ik wel heel bang voor de dood. Dan heb ik echt bij elke bus het idee van, oh ja, zul je zien, word ik aangereden, ben ik straks plat en dan is het niet af. Leven, dat moet ik echt nog leren. Ik ben bijvoorbeeld best slecht in van dingen genieten. En ik denk ook al omdat ik bij bijna alles het idee heb dat ik er nog wel iets van kan gaan maken. Ja, soms zit het gewoon ontzettend in de weg. Of ook dat het maken altijd op één komt. Ja, in de liefde is het soms wel lastig. Want dan zou je best wel graag gewoon ook samen dingen willen doen. Maar dan gaat het gewoon niet. Dan moet je gewoon maken. En dat gaat altijd voor. Wat dat betreft is het totale driftige gekte. Waar je niet van afkomt. Het is een zegen en een vloek in één. Maar ja, dat is het hele leven denk ik wel. Van het een en een beetje van het ander.